Mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een Split Sprint, een nieuwe video. En ik dacht, ik ga de intro beginnen zoals het hoort. En dat is vloggend, lopend en alles tegelijk natuurlijk. Want ik doe alles tegelijk. Ik ben ook een meisje, ja zeker. Oké, pak de camera, pak de camera. Het eerste adviesje is, als je voor het eerst seks hebt gehad, doe een handstand en dat helpt tegen de pijn. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik ga toch niet zomaar een handstand... Nee, ja jongen. Je bent één, ben je hartstikke moe voor de eerste keer als je het doet. En twee, laten we gewoon er nog niet eens over praten. Dit is gewoon echt raar. Als je seks hebt gehad, moet je schil kijken. Dat is echt heel erg grappig en vooral sexy om te doen. Zei de moeder van iemand ooit. Gewoon adviesje doen als je dus seks met je vriendin hebt. Moet je gewoon schil kijken. En dan komt alles goed, mensen. Dan komt alles goed en dan ja. Is goed. Is hartstikke goed. Heel mooi. 3. Behandel sperma als zoutzuur. Laat die shit nergens in de buurt van je huid komen. Oké, waarom? Iemand met zware smetvrees waarschijnlijk. Oh, oké. Dit is echt een hele rare. Daar ga ik nog niet eens op in trouwens. Iemand vertelt dat druif heel doorslikken en goede oefening is voor dieptrotaten. Ik weet niet wat het is. Mensen, als jullie weten wat dieptrotater is. 5. Gebruik nooit stroop als glijmiddel, hoor. Wie überhaupt gebruikt stroop als glijmiddel? Serieus. Diegene die dat gedaan heeft en die nu kijkt, je bent echt super dom. Dat is niet slim. Ga gewoon naar de kruidvat en koop gewoon glijmiddel. Als je ondersteboven gaat zitten, word je sneller zwanger. Echt zo, een metie uit de jaren 60. Nou, voor de vrouwen die dus sneller willen zwanger worden, ga ondersteboven zitten. En ja, dan komt je kind sneller. Ik denk dat echt bullshit is gewoon dit lijstje, maar weet je, doe het maar gewoon. Als je hoest tijdens seks, word je zwanger. Dus nooit hoest tijdens seks. Dan neemt iemand gewoon de loop met je en je bent gewoon dom als je dit gelooft. Inderdaad, dit is gewoon allemaal bullshit. Dus ja, dit waren de 7 dingetjes. Ik ben niet heel erg goed in dit. En ja, het is een beetje raar. En het is een beetje gek natuurlijk. Maar ja, dus ja mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog, laten we de 30 likes halen, dat kunnen we. En ik heb een video die dus 1000 keer is bekeken en dat is super leuk. Dus jongens, deel het met al je vrienden. En deze video wordt ook 1000 keer bekeken. Dat is super leuk, dat geeft mij een energiestrijd, weet je wel. Een energie dat het 1000 keer wordt bekeken. Dus mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Reageer of jij glijmiddel gebruikt als stroop. En zie ik jullie weer later. Oké, pak de camera.